Goedemorgen. Het is maandag en wij zijn in het W Hotel. Oi. We hebben allebei niet zo heel goed geslapen. Weet je waar het ook door komt, Ben? Ze denk ik serieus. Ik slaap dus altijd met al mijn piercings in. Ik denk dat ik gewoon voortaan ook thuis deze, toch dit oor eruit ga halen. Niet dit oor, want kijk, hier heb ik deze. Dit zijn allemaal cirkels. En deze voel ik ook niet, maar hier heb ik twee van die dingen. En die voel ik nu heel erg hierachter. We hebben hier heerlijk geslapen en we hebben gisteren heel lekker gegeten hier. En we wachten nu op ons ontbijt. Dit is ons uitzicht. Dit is toch een heel mooi uitzicht. Oh, heerlijk. We gaan weer uitchecken. Ik heb echt even zo'n outfit aan waarvan ik denk, what the fuck heb je aan? Maar dat kon niet anders, want ik had geen andere schoenen mee. Dus mijn Balenciaga joggingbroek, Rika shirt, Palladium jas. Uitzichtje. We zijn weer terug op de pc. Voor wie de vlog van een paar dagen terug niet heeft gezien. Met mijn twee beste vriendinnen die nooit op beeld willen. Dat zijn echt mijn allerliefste vriendinnetjes. Die zijn allebei jarig geweest onlangs. En ik wilde een heel bijzonder cadeau. Dus ik wil dat ze een mooie tas gaan uitzoeken. En dat hebben ze nooit gehad, weet je wel. Dus ook die ervaring en zo. Dus ik wacht eigenlijk. Volgens mij zijn ze er al. En we waren hier donderdag en toen was alles dicht. Dus nu hebben ze poging 2. Ze hebben er vet veel zin in. Wordt echt gezellig. Het is ook heel warm, lekker weer toch? We are ready. Ready? Yeah. Deze gaat vervangen worden. Waar is jouw tas? Die gaat ook vervangen worden. Die mag je altijd om. Oké. Okay. Sowieso. Let's go. Ik heb mijn outfit aan, jongen. Oh. Oh. Heel erg. Zo klein of die andere grotere? Ja, ik wil even kijken inderdaad hoe groot die nou is. Opties, opties, opties. Champagne. Ze twijfelen heel erg. Gaan we zo meteen even nog een keer. We moeten lekker passen. Wat? Ben je erover uit? Ja, ik weet toch die. Die Mara? Nee, die. Die box. Ja? Oh, leuk. Alla, is ook terug. Nee, helemaal niet. We zijn er ook aan. Ik film niet je hoofd. We hebben het. Hoe gezellig is het tasje? We zijn geslaagd. Ja. Geslaagd, hè? Yay. Yay. Het is nu 4:15. We moeten nog eten. Dus we moeten even snel wat naar binnen werken. En dan ga ik kantoortjes kijken met Rob. Rome en ik gaan weer een kantoortje bezichtigen. We zijn er. Ik denk dat we, hoop ik, eind deze week wel wat meer weten. Hè, ja? Ja? Dat we eind deze week hopelijk wel iets hebben. Ja, alsjeblieft. Alsjeblieft. We zijn links en rechts aan het crossen over de grachten. Dit is wel een leuke, denk ik. Het ziet er wel goed uit. Ja, hier is het. Okay. Lekker eten en naar de film. Maar ik was vergeten dat het Game of Thrones Day is. Dus eigenlijk wil ik niet meer naar de film, maar nu hebben we al kaarten. Ik vertelde al aan Danny dat de vriendinnen waren zo blij. En ze waren helemaal van, oh my god, de tas en zo. Het was echt zo leuk. Dus ik vind het heel leuk om dat voor ze te doen. Ik voel me erg gezegend dat ik dat voor ze heb kunnen doen vandaag. We zijn thuis. We gingen naar Baby Driver en het was echt. Casey zegt altijd in zijn vlogs: Here comes a comprehensive review of the movie. Maar het was echt super leuk. Dat is wat ik erover kan zeggen. Het was zo vet geëdit en hele toffe muziek. En ik hou gewoon van romantiek. En dat was echt heel erg leuk. Ik geef het een 8. Een 8 geef ik het. Wat? Ik geef het 8. 8,5. En verder is het nu 11:30 en moet ik nu gaan werken, want ik ben net thuis. En ik denk dat Romy en ik kantoor hebben. Daar ben ik ook vet blij mee. Check ook even de Q&A die op Danny's kanaal staat. Ja, mensen. Kijk maar Q&A. Q&A. Even Game of Thrones kijken.